Goedenavond, kijkvrienden. Marcel van Dam en Rob Oud. Het is Veronica. Met Beb ben ik echt om mijn mogelijkheden heen, hoor. Ik bedoel, dat vliegen. Dat roze. Ja, ik heb het eigenlijk wel gezien, weet je wel. Maar ja, dan zitten we weer met het probleem van het vierde bed, hè. Hoewel, wacht eens eventjes. Dennis is vannacht. Om 4:15. Dennis kan niet meer ophouden met breakdansen. Leuk, hè? Dat noemen we het Evelaar-syndroom. Hé, hey, Bertus, de gekke oude man. Zullen wij eens kijken als je ook zo dansen kan? Ah, leuk, jongens. Dan draai ik even die plaat van de Rocksteady Crew. Maar voor we gaan dansen heb ik nog een mededeling voor de mensen op de röntgenafdeling. De foto's zijn klaar. Wat moet ik met die geflipte fletterster? Hé, Bertus, begin je nou alweer te zeuren? Ik heb notabene op jouw verzoek heb ik Beb eruit geschreven. Nou, deze kan ook weer weg. Hé, hey, Bertus! Voor jou ben ik meneer Snotneus. Ik had je vader wel kunnen wezen. Ja, en ik de zoon van Sammy Davis Jr. Ik heb trouwens een verzoek gekregen van de familie van de heer van Maasdam, die op hartbewaking ligt. Of het verplegend personeel nou eindelijk eens wil ophouden zijn monitor voor videospelletjes te gebruiken. Zeg, Harry, je ligt hier nou al zo lang. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met je? Slecht. Ik kan er gewoon niet meer tegen als ik hier op de gang loop. Zo. Kan ik het helpen dat ik die phalanx rigidus heb? En dan doet iedereen zo agressief tegen me. Ze doen allemaal zo terug. Ja. Maar het is nou eenmaal een heel negatief gebaar. Nou. Weet je wat je zou kunnen doen? Ja. Je zou het moeten omdraaien. Voor jezelf dan, hè? Ja. Dus als de mensen zo tegen je doen, dan moet je dat gewoon hartstikke positief opvatten. Nou ja. Dus als ze zo doen, dan moet ik dat denken. Ja. Perfecto. Juist, perfecto. Dat bedoel ik nou. Hé, Bertus? Perfecto. Zie je nou hoe positief dat meteen wordt? Even een mededeling van de directie. Willen alle patiënten met een pacemaker zich 's avonds na 7 uur niet meer op de gangen begeven? Ze storen namelijk de ontvangst van Nederland 2.
En hier een perfecto plaat van de Pacemakers van Jerry. Kijk eens, Harry. Dit is Eddie Veen. Hij is helemaal uit Den Dolder gekomen om jou een beetje op te beuren. Hij kan een kunstje. Leuk, hè? Hij kan met zijn oren piepen, maar hij kan nog meer. Wil het bezoek nu afscheid nemen? Bedankt hoor, Eddie. Het was een heel leuk kunstje. Beter van mij. Dankjewel. Daag. Kondig jij even af, schrijvertje? Wat zeg jij tegen mij? Zeg sodemieter gauw op! Sigrid Koetsen. Appeltaart. Ik heb een probleem. Ik kan geen vrouwen meer versieren. Ik weet niet hoe het komt, of dat ik er te lang uit ben, of dat het mijn uiterlijk is. Het is je uiterlijk, Harry. Als je nou eens begint met deze pruik op te zetten, zo, dat ziet er al een stuk beter uit. En dan heb je natuurlijk een coach nodig. Dat ben ik. Zet deze bril maar op. Waarom? Dat is een hoorbril. Ja. Kijk, aan de zijkanten zitten de speakertjes. Ja. Zie je het? Ja. Ik heb de walkie-talkie en ik kom stereo bij jou binnen. Kom op, we gaan vrouwen versieren. Test, 1, 2, 3, testing. Kan je mij horen, Harry? Ja. Als je mij kunt horen, moet je even je arm opsteken, oké? Okay? Ja. Testing, testing. Oké, okay, hij doet het, dan gaan we nou rijden, kom op. Oh ja, oké, okay. Oké. Okay. Nou, waar zullen we de eerste poging eens wagen? Nou, ik heb een keer bijna succes gehad op een cruiseschip in de Caribbean. Oh ja? Ja. Hey. Dit lijkt mij wel een geschikt café. Ah, ja, 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 ja. Ga er maar uit. Oké. Okay. Oké. Okay. Succes, hè? Oh, nee. Dat durf ik niet. Dat is een spetter. Kom op, man. Herman Brood en Tjaart Kloosterboer zijn toch ook getrouwd? Oh ja, zelfvertrouwen. Ja. Oké. Okay. Kan je me horen? 100%. Oké, okay, daar gaan we. Zeg, ken ik jou niet ergens van? Oké, daar gaan we. Zeg, ken ik jou niet ergens van? Ik zou het niet weten. Bent u soms een vriend van mijn vader? Doorgaan, doorgaan. Vraag wat ze wil drinken. Wil je misschien iets drinken? Nee hoor, dank u wel. Ga nou door, man. Eten dan? Nee hoor, echt niet. Dank u wel. Vertel iets leuks over jezelf dan. Ik heb aan een telelot meegedaan. En? Nou, niks gewonnen. Oh. Ik ben hier totaal ongeschikt voor, ik stop ermee. Hé hey Harry, kom op, sta. Hier moet ik kijken, ja, daar gaat ze. Ja, daarom, stap in, stap ja, in. Ja. Kom op, stap. Hoe doet Warren Beatty het? Hoe versiert een Ryan O'Neill? Ja, weet ik veel. Harry, die spelen een rol. Warren Beatty speelt Warren Beatty. Jij was veel te veel jezelf daar binnen, jongen. Echt waar. Weet je wat werkt? Bluff. Pure bluff. Kijk, ze gaat boodschappen doen, ze gaat de supermarkt in. Daarachteraan. Bluffen. Bluffen. Hé, hey, en loop ook een beetje blufferen. Ja, oké. Okay. Hey, oké. Okay. Hey, je moet er helemaal over donderen. Zeg bijvoorbeeld iets als... Hey, Poppy. Jij gaat met mij mee naar Hawaii. Een half ons rookvlees, dun gesneden graag. Hey, Poppy. Jij gaat met mij naar Hawaii. Oh ja? Ja. Wanneer? Morgen. Oké, okay, is goed. Ogenblikje.
Ik zie je zo buiten. Heb jij even 10.000 gulden? Hawaii, daar heb ik helemaal geen geld voor, man. Ja, dat is bluffen, Harry. Ja, bluffen. Ja, het gaat toch heel goed. Oh jee, daar komt ze. Daar komt ze. Mee. En ja, bluffen. Ja, oké, okay, kom. Ben je binnen? Ja. Oké, okay, nonchalant rondlopen nu, hè? Ontspannen. Kom eens naar het raam. Gaat-ie goed? Oké, okay. Nu moet je iets over haar huis zeggen. Zeg iets over haar huis. Zeg, je zit er leuk bij, hè? Ja, leuk, hè? Ja, je hebt alles zelf gedaan. Zelf geschilderd en de vloerbedekking zelf neergelegd. Mijn vader heeft geholpen met elektriciteit. Wat een gelul zeg. Hé, hey, je moet wel het initiatief houden hoor. Hey, bluffen. Jij gaat nu met haar naar bed, weet je wel. Ja, die keuken die hebben we ook helemaal zelf erin gebouwd. Plafonnetje verlaagd en een andere weer een verhoging. Zeg, jij gaat nu met mij naar bed. Auw! Volgens mij kwam die zin iets te vroeg. Goedenavond, hier zijn we weer met de Tok Tok Show. Het programma voor mensen die hun ei kwijt willen. En vanavond is onze gast Harry Vermegen. Hallo. Rechtse satire, kan dat? Ja, ik ben alweer weg. Doei. Ja, kom. Blijf nou toch even zitten. Nee, alsof linkse humor zo leuk is. Altijd even spits in ad rem. Ja. Zeg, ik zeg Marcel van Dam, Rob Oud, wat zeg jij dan? Tot ziens. Hé, Harry, blijf nou toch even zitten. Ja. Zeg, wil je daar veel meer gaan verdienen? Hey. We hadden afgesproken dat je leuke vragen zou stellen, man. Oké, er komt nu een leuke vraag. Ja. Heb je er echt geen moeite mee dat Pisa Verona is geworden? Wil je echt weten wat ik daarvan denk? Ja. Wil je dat precies weten? Heel graag. Nou, daar gaan we dan. Daar staan onze jongens in het geel, links in dat prachtige geel. En dit zijn de jongens van Pisa in dat zakkerige blauw. En daar een hele goede professionele overtreding van onze jongens. Dit is de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de Italiaanse beker. De eerste in Verona hebben wij gewonnen met 3-0. En Pisa staat nu voor de onmogelijke taak om onze jongens uit de beker te knikkeren. En deze bal, ja, heel goed, heel cool naast gekeken. En dan deze vrije trap voor het saaie Pisa. Expres hebben ze veel te weinig licht op het veld gezet. En ze hebben natuurlijk zelf weken in het donker geoefend. En vandaar dit doelpunt. En daar Prebelarsen, onze ster. 10 keer beter dan Kieft. En met Denemarken op weg naar de wereldtitel. Zelfs in dit donker weet hij de lat nog te vinden. Schitterende bal. En dan krijgen we zo weer het aloude probleem van de Italiaanse thuisfluiter. Hij zal nooit een strafschop geven aan een bezoekende club. En dan de tweede helft. Hier, deze vrije trap. En als u deze goal kan zien, dan kan ik het ook zien. Want bij dit armoedige Pisa nemen ze het begrip avondwedstrijd wel iets te letterlijk op. En hier Kieft. Oh jee. Nou, wat gaat hij doen? Och, wat een treurig breedtepaasje. En onze generaal Rinus Michels heeft terecht gezien dat hij niet in het topvoetbal thuis hoort. En daar gaan we weer. Onze jongens. Preben Larsen natuurlijk. Schitterend. Ai. En ook hier weer dat probleem van de thuisluiter. Opnieuw geen strafschop. Schande is het. Preben Larsen weer. Ai, smerig neergehaald. En dan probeert hij die van Pisa overeind te halen. Heel sympathiek van Preben Larsen. Een hele intelligente jongen. Die natuurlijk geen rotzooi wil in een uitwedstrijd. Die begrijpt dat hij zich netjes moet gedragen. Maar wat gebeurt er dan allemaal? Preben legt uit wat hij gedaan heeft. Inderdaad niks. Handjes omhoog. En dan gaan we met de camera naar links. En daar zien we nog altijd die Italiaanse Koen Flink. Die een aflevering van Het Wassende Water speelt. Hem maar nou toch eens op. Met die vervelende Pisa-humor. En wie komt daar het beeld binnensprinten? Dat is onze steun en toeverlaat. De sympathieke mof Briegel.
Hij neemt het natuurlijk op voor Larsen, want hij weet wat er aankomt natuurlijk. Geel en een rode kaart. Belachelijk, een schande. En tegen dit soort praktijken zijn wij natuurlijk niet opgewassen. Wij keerden Pisa de rug toe en gingen vrolijk op weg naar Verona. Want wij bekeren lekker door. 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition. Lift off. Fijn dat u er bent. Ga eens even zitten, Ed. En kijk eens even mee naar deze populariteitsenquête van bureau Lagendijk van pas geleden. Hier, eerste plaats Lubbers. Tweede plaats nota bene Friesland. Derde plaats die kok. Op de vijfde plaats staan wij pas. Wij zijn ongeveer even populair als Max van den Berg. Hé, hey, jezus, meer hè? Ja, dat kan wel wezen, maar de hele campagne gaat om. Goedemorgen, ik ben mevrouw Dille Schuurman en ik moest me hier melden. Ah, fijn, u bent er al. Heel goed. Dag. Gaat u vast naar het kruispunt waar we hebben afgesproken? Dat ja, doen we. Ja, kom ik zo bij u. Dat doen Oké. Hartelijk bedankt hoor. Tot zo. Oh-oh. Friesland. Hallo? Wie? Ed? Nee, nee, die is er niet. Nee. Even snel graag dan, want we moeten weg. Ja. Ja. Ja, ik zal het aan hem doorgeven. Ja, oké, hoor. Dag. Kom op, meneer Get. Zeg, Vermegen, wat had Friesland eigenlijk? Dat u meer in de camera moet kijken. Heeft u de laatste pols gezien? Van 36 zetels naar 25. Kunnen we rekenen? Dat is min 11 Vermegen. Ja, dus u bent er wel mee eens dat de campagne helemaal omgaat. O jee, er ligt een oud vrouwtje op het zebrapad. Ja, oké. Ga haar gauw helpen. Kom op. Ga haar helpen. Jongens, kom op. Kom op. Ja, heel goed. Kijk u maar, mevrouw. Even hier even kijken. Bent u gevallen? Even kijken. Ja, even ja. Gaat het hier een beetje, mevrouw? Ja, ja? Goed. Dank u wel. Dank u wel. Dag mevrouwtje, tot ziens. Bedankt, Wil. Heel goed, hoor. Heel goed. Hé, hey, jongens, hartelijk bedankt, hè. Ja, uitstekend, hoor. Hé, hey, ik bel het onderstuk vanavond nog door, hè. Prima. Oké. Dag. Zo. Ik ben heel wat beter dan winnen dat een Gold Rush, hè? Chauffeur, Leeuwarden. Mijn elfstedentochter dochter is toch afgelast van mij? Daarom juist, meneer Raket. U kunt zich nu toch onsterfelijk maken? Het is 200 kilometer in mijn uppie. Ja, maar het gaat toch om imagoverbetering? Hoe denkt u dat bijvoorbeeld een Manfred de Graaf populair is geworden? Door de afsteentocht. Nou, in ieder geval niet door het acteren. Hier, hou die dingen nou vast, die schaatsen. Ga vast in de kooi staan, want we kunnen ieder moment gaan starten. Goed, warm en up vast een beetje, kom op. En denk erom, als straks dan die start valt... Je gaat eerst naar buiten door de deur, rechtsaf, over de brug en dan naar de zwetten toe, hè? Oké, ben je er klaar voor? En go! Zitten ze vast? Ja. Oké, kom over. Ja. Ik ben al bek af, zeg, van dat even dat stukje hardlopen. Ja. Ik krijg wel respect voor die kerels op deze manier, zeg. Ja. Onthoud goed. Kijk overal goed in de camera. En maak contact met de bevolking, hè. Goed. Oké. Nou, op weg naar Sneek. En dan zie ik u weer als het licht is, hè. Oké. Kom op, meneer Raket. Denk aan die zetels, hè. We'll be right back.
ijshout op vanwege. Nee. Gaan we nu naar huis? Nee, we gaan naar uw klunen. Klunen? Ja, dat is Fries voor tapijtswikken. Kom op, die kant op. Allee. Klunen. Ja, kom op. En vol bewegen aan, hè. Even vragen, hoe is de conditie van het ijs? Nou, ik heb mij natuurlijk wel eens op gladder ijs begeven, maar dan heb ik het meer over het Haagse ijs van een coalitieregering. Is het dat zo dat u ook veel getraind heeft of valt het wel mee? U begrijpt dat ik voor een dergelijke monster niet over één nacht ijs ben gegaan. Ja, u lijkt hier heel sportief bezig, maar volgens mij is het alleen maar een gewone, ordinaire verkiezingsstunt. Ho, geen vragen meer. Wat? Meneer, ik heb doorrijden. Je weet, ik vind je een aardige gozer, Willem-Bord. We hadden 3 vragen afgesproken. Ja, maar luister, we leven toch in een democratie, kan te vragen wat ik wil als journalist. Ja, dat kan wel zijn, jongen, maar afspraken zijn afspraken, anders krijg je geen komma meer van mij, begrijp je dat? Wat een mannetje, zeg. Ja. Oké, meneer Raket, en door en naar Bartleheim. Kom op! Kom op! Kom maar dan hangen. Ho, meneer Raket. Heel even. Wat is er? Wacht alleen. Wij gaan naar Leeuwarden. En waar staat de camera? Daar. Juist, en waar is een camera voor? Oh, om in te kijken. Juist. Heel goed, dan gaan we nog even opnieuw. En ja. Dan gaan we niet die kant op, maar we gaan die kant op, want dat is Dokkum. Oké? Ja, maar we gaan naar Leeuwarden. Nee, we gaan niet naar Leeuwarden. We gaan eerst naar Dokkum en dan naar Leeuwarden. Ja. Kom maar. In de camera kijken. En naar Dokkum. Heel goed. Heel goed. Uitstekend. Ik ben gefinished. Uitstekend. Maar waar is iedereen? Van harte gefeliciteerd. Ja, waar is iedereen? Iedereen die zit allemaal thuis te kijken natuurlijk. Het is ontzettend succes. We gaan hier absoluut mee door met deze aanpak. En nee. Jawel, we gaan gauw naar daarna. Swinger zijn en geen meneer. Het raket, hey, hey. In het kabinet. Ho, ho. Gooi weg die blazer, steek je in het leer. Dit was Verona. Tot over 2 weken.